Kun je mooi even glassig zien. Even. Ja. Hier hebben we een heel mooi voorbeeld van verglassing. Vanuit jouw hoek zie je de weerkaatsing. Ja, het hangt echt van de lichtval af, maar nu kun je het heel goed zien. Het is echt ook op de tas is het spiegelglad. Hou even die hand bij. Zie je het? Ja. Weerkaats het? Ja. Ik zou het moeten voelen, anders. Wel apart. Je ziet ook dat net het laagje dat het anders is dan wat eronder zit. Ja, dat heb je. Oye. Eddie, ja, je temperatuur. Verglassing. Hele goede verglassing. Oh ja, ik zie helemaal niks. Deze randen, daar moet je maar even aankomen. Ik zal hem even omdraaien. Deze wanden, we moeten erg reflecteren op jouw opname. Oh ja, klopt. In deze randen ook. Zie je hoe het reflecteert? Hoe glad het is? Ja. En het is dan een vrij onregelmatig oppervlak. Dus om nou te zeggen dat ze dit hebben gepolijst, hè, dat is niet waarschijnlijk. En als je ziet hoe het weer schijnt, dat is echt heel, heel sterk. En ook hoe glad het is. Het is echt alsof dit gesmolten is geweest. Ik weet niet hoe het eruit ziet op jouw camera, maar met een goede lichtinval dan kun je het op die manier denk ik wel zien. Ja? Die randen zijn ook heel speciaal. Het voelt inderdaad glad aan, ja. Wij hebben ook een heel mooie opname van dit stukje op internet staan. Op de messageboard van Hancock.